Hallo iedereen. Wij zijn groep 1 Mycelium en we bestaan uit Basiel, zie je hem links. In het midden heb je mij, Casper, en rechts heb je Maite. We zijn drie studenten, industrieel ingenieur, industrieel ontwerpen. We zitten momenteel in ons derde bachelor. En wij zouden jullie graag iets meer willen bijleren over Mycelium. Hieruit volgt ook de vraag met wat is Mycelium eigenlijk? En de quote zegt, Mycelium is a vegetative part of a fungus or fungus-like bacterial colony. Consisting of a mass of branching, een beetje een draadstructuur. De draadstructuur zie je hier ook op de rechtse afbeelding. Wat deze quote zegt is dat eigenlijk mycelium is een netwerk dat vormt onder de grond. En de vrucht van dit netwerk van het mycelium zijn paddenstoelen. Je kunt een beetje vergelijken met appels aan een appelboom. Appels zijn de vruchten van de appelboom. Hier zijn deze paddenstoelen de vruchten van dit netwerk. Maar dat netwerk is zeer interessant, want dat is eigenlijk het groeit. Het groeit zoals een schimmel, groeit als een netwerk en houdt eigenlijk de vezels onder de grond goed bij elkaar. En dit vormt een zeer interessante opportuniteit om te gebruiken als biomateriaal. Het groeit, het is stevig, het houdt alles goed bij elkaar en het is ook eens bioafbreekbaar. Dus daarmee, hier heb ik even de voordelen opgesomd van mycelium. Het is eigenlijk een groeiproces. We noemen het geen DIY-product, maar eigenlijk een GIY, grow-it-yourself-product. En iets dat groeit in de natuur neemt CO2 op. Want, later ook het laatste puntje zei, het is eigenlijk een goede vervanging voor synthetische materialen, zoals plastic. Terwijl plastic, als je dat produceert, dat stoot CO2 uit. Zo simpel is het. Terwijl dit proces, als het groeit, neemt het juist CO2 op uit de atmosfeer. Zoals het ook het tweede puntje zei, is het een circulair materiaal en zelfs een biocomposiet. Want als je de cursus materiaalkunde nog kent, is eigenlijk bestaat een composiet uit een vezel en een matrix. En hier de vezels, hier vormt een zeer interessante opportuniteit. Waarbij dus eigenlijk als je bepaalde afvalstromen gaat upcyclen, kan dat eigenlijk je vezel vormen. Later daar meer over de vezels die je kan gebruiken. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn hennep of houtschilfers of gras. De sporen van de paddenstoelen waar ik het daar juist over had, dat vormt dus eigenlijk de matrix dat alles bij elkaar zal gaan binden doordat het zal groeien. En als je zeer goed let op je afvalstroom dat je gebruikt, op je vezel, is het zelfs ook nog eens bioafbreekbaar. Dus als je je materiaal beu bent, je voorwerp beu bent, of je hebt het niet meer nodig, gooi het gewoon in je tuin en het is composteerbaar. Het is zelfs nog een goede voedingsbron. Hiermee volgt ook uit dat het een laag energetisch proces is. En dus ook als je zeer goed let op je afvalstromen dat je gebruikt, vormt het ook nog eens een relatief goedkoop alternatief voor bestaande synthetische materialen. Hierbij moet ik wel zeggen dat de sporen die je aankoopt van paddenstoelen, je moet dat wel aankopen. Deze zijn tot nu toe al prijzig. Dus als je wel een kunststoffenproduct zou vergelijken met een mycelium-product, zal dit nu wel duurder uitkomen. Maar in de toekomst zal dit eigenlijk alleen maar gaan verlagen. Mycelium heeft ook een paar interessante toepassingen die in de dag van vandaag al gebruikt worden. Bijvoorbeeld isolatiepanelen. De eigenschappen van mycelium laten toe om goed uw huis te isoleren of bepaalde ruimtes te isoleren met het materiaal. Ten tweede wordt het ook gebruikt bijvoorbeeld voor akoestische panelen, dat zie je hier rechts. Want ook weer alleen de materiaaleigenschappen laten toe dat geluid geabsorbeerd zal worden in dit materiaal. Links onderaan zie je verpakking. Want als je een bepaald soort goederen transporteert, kan dat in schuim gebeuren, in plastic. Maar je kan het ook perfect in mycelium gaan namaken. Met als voordeel dat het bioafbreekbaar is. En je kan het ook gemakkelijk hergebruiken natuurlijk. En dan de twee voorbeelden dat je hier nog op het laatst ziet. Een fietshelm kan je eruit maken, lampen kan je maken. Maar je moet gewoon een keer opzoeken op het internet. Er zijn zoveel andere toepassingen mogelijk voor mycelium. En uiteindelijk is het gewoon uw creativiteit dat je hier los op kan laten. Want het geeft wel een bepaalde leuke esthetiek aan uw voorwerp. Hier staan alle materiaaleigenschappen van mycelium opgesomd. En er wordt zelfs een vergelijking gemaakt met andere veelgebruikte soorten, kunststoffen of zelfs houtproducten. Om daar de vergelijking tussen te maken. Er is ook een indicatie plus of plus plus of min min. Dus hierin kan je echt gaan vergelijken tussen mycelium en andere soorten materialen. U kan er zelf eens over gaan, maar eigenlijk de meest interessante dat ik nu wel wil overlopen is production time. Het is een product dat groeit, dus daarmee. Hier zeggen ze dagen, maar eigenlijk in ons geval, als je dat zelf thuis wilt groeien of in het IDC wilt laten groeien,
dan duurt dat wel ettelijke weken. Wij spreken van 3 weken, rond de 3 weken misschien zelfs iets meer, om een zeer dichte en goede stevige structuur te hebben. Terwijl als je ja, kunststoffen, materialen zou gaan spuitgieten bijvoorbeeld, ja, dat duurt maar soms seconden, een minuut. Dus ja, daarin is zeker wel opportuniteit voor een mycelium. Maar ja, deze lijst geeft ook nog eens bijvoorbeeld hier thermische geleidbaarheid, akoestische absorptie, waar ik daar juist ook over sprak, waar dus mycelium wel zeer goed in is. Maar ja, ook massadichtheid, de kosten van sterkte. Dus ja, ga er zelf eens over, want het is wel een zeer interessante lijst. Voor mycelium heb je wel een aantal zaken nodig, een aantal materialen, apparatuur, om dit te kunnen groeien. Maar eigenlijk in het IDC, in het BioFabLab, is het meestal wel al aanwezig. Het enige dat je zelf nog zult moeten maken of zult moeten hebben is een mal om je mycelium in te groeien en eventueel wel vezels. In het IDC zelf staan er wel vezels dat je kan gebruiken, maar het is ook wel plezant om zelf te gaan experimenteren. Maar in de volgende slide meer hierover. Normaal gezien is er ook wel in het koelkastje in het IDC het mycelium zelf aanwezig dat je moet nemen, maar ook een lepel, een mengkom. Zakken voor een autoclaaf, hier later meer over, is ook aanwezig. De vezels, ja, een papertape en een weegschaal, dit is allemaal aanwezig in het IDC, behalve dan de mal en de vezels, daar moet je wel zelf eens naar kijken ook. Maar uiteindelijk ook de apparatuur. We hebben ook een filmpje voorbereid dat hier binnen een paar slides zal laten gezien worden, waarin het hele proces in detail zal uitgelegd worden. Maar om het hier kort eens te overlopen, is uiteindelijk een autoclaaf zou je dus gaan dienen om je vezels te gaan steriliseren. Want als je mycelium is een soort van schimmel, als je je vezels niet steriliseert, zit daar slechte bacteriën of schimmels in die je goede mycelium zouden kunnen opeten. Bij wijze van spreken, dus daarmee moeten wel eerst je vezels gesteriliseerd zijn, vooraleer je dus mycelium zal toevoegen. De laminar flow, dat is het apparaat dat je rechts van boven ziet. Ja, de autoclave is hier het blinkend bakje. De laminaire flow, dat is eigenlijk een soort van steriele ruimte waarin je dus uw mycelium zal gaan toevoegen in uw mal en met uw vezels. Om het toch zoveel mogelijk hygiënisch te houden. Want uw omstandigheden hebben ook wel invloed in hoeveel mycelium je zal nodig hebben. Hoe hygiënischer je werkt, hoe minder mycelium dat je zal nodig hebben. Dus ook hoe goedkoper uw proces kan worden. Als dat is gebeurd, dan laat je dus in dit klein incubatortje, dat is eigenlijk een soort van oventje, maar met een zeer constante temperatuur van, hier staat 27,7 graden, hier laat je dus je mycelium groeien. En dan uiteindelijk, na een aantal weken, moet je dus je mycelium gaan uitbakken, want dat, anders zou het blijven groeien. Dus als je het in een oven steekt op 80 graden Celsius, dan zal dus je mycelium doodgaan, dan gaat dat dus uitsterven, waardoor het niet meer zal verder groeien en dus ook veilig is. Maar dus om kort samen te vatten, je hebt eigenlijk alleen maar je mal, moet je zeker maken. Het kunnen ook gewoon plastieke pottekens zijn of zo. Of iets 3D-print, gelaserkut. Maakt niet veel uit, zolang dat het er maar in groeit. En dan eventueel vezels zijn wel aanwezig in het IDC, maar ga er ook niet van uit. Al de rest is aanwezig. En in het filmpje dat wij voorbereid hebben, staat er alles goed en in detail uitgelegd hoe alles werkt. En zoals ik al een paar keer had beloofd in deze presentatie, ga ik het nu hebben over de vezels zelf, zeer kort. Hennep kan je gaan gebruiken, daar zijn wij nu vooral mee aan het experimenteren en dat geeft wel goede resultaten. Het enige nadeel wel aan hennep is het is zeer grof. Dus eigenlijk de afstand tussen uw vezels kan misschien soms wel groot worden, waardoor dat eigenlijk mycelium langer zal moeten groeien om die afstand te overbruggen. Dus daarmee kan het interessant zijn ook voor jullie om eens te experimenteren met andere materialen dat je zelf hebt gevonden of gewoon thuis hebt, om eventueel om composiet, verschillende soorten composietmengsels te maken, waarbij dat je dus bijvoorbeeld hennep en koffie kunt gaan mengen bijvoorbeeld, of hennep met katoen. Of gras met katoen om eigenlijk die holtes te gaan opvullen. Er moet natuurlijk wel een beetje ruimte tussen zijn om je mycelium in te laten groeien, maar dit is ook wel eens interessant aan mycelium, dat je eigenlijk allemaal mengsels kan maken en dan je mycelium er kunt gaan insmijten om zo wel interessante combinaties te maken, om zo eigenlijk alleen maar je materiaaleigenschappen te doen versterken. Dat hebben we ook gezien in materiaalkunde. Ik spreek ook over koffie, maar ik kan ook houtschilfers gebruiken. Let wel op bij houtschilfers en eigenlijk ook in het algemeen, dat het wel natuurlijk is, van natuurlijk oorsprong, dus er mogen wel geen, ja, geen pesticiden of lijmen in zitten, want dat, ja, als je mycelium wilt gaan afbreken in je tuin, dan is het ja, is alleen maar schadelijk voor je tuin en voor de omgeving. Dus let wel dat uw vezels van natuur al zijn.
En ook een andere belangrijke eigenschap is dat het waterabsorberend is. Er moet wel een beetje water in zitten, want dat zal eigenlijk de soort van bron zijn van voedingsstoffen voor je mycelium zelf om op te groeien. Maar ook katoen, er zijn ook experimenten geweest waarbij dat je eigenlijk dus katoen of gelijk draadjes of vezels in je mal legt in een bepaalde richting en laat je daar mycelium in groeien en dat heeft een zeer sterke structuur. Maar ook bijvoorbeeld vers afgemaaid gras, maar ook zelfs rijst hebben we gezien, quinoa. Het is echt gewoon, ja, je creativiteit. Kun je daarin los laten gaan? Hopelijk heeft het filmpje jullie warm gemaakt in
het gaan prototypen en het gaan groeien van mycelium zelf. Je hebt gezien, het is een heel proces dat je moet doorlopen, maar het geeft eigenlijk echt wel zeer coole en zeer unieke resultaten, om eerlijk te zijn. Dus daarmee willen we graag inspelen naar jullie interesse. Je kan rechtsbovenaan deze QR-code scannen en hierin kan je uw naam zetten en kan je zeggen, kan je een van de drie zaken aanduiden of alle drie aanduiden. Het eerste, Kotteke, als je dat aanduidt, moet je eigenlijk gewoon een keer een vergadering met ons hebben via Microsoft Teams of via Zoom, maakt eigenlijk niet veel uit voor ons. Maar eigenlijk, als je gewoon een keer in een gesprek met ons wilt gaan hierover en wat ideeën wilt uitwisselen, of als je nog eventuele vragen hebt, kunnen we die behandelen voor een zeer vrij gesprek met een van ons of met ons alle drie. Het tweede is, ik zou graag een mycelium sample eens in het echt gaan bekijken. Als je echt eens zeer curieus bent naar hoe dit materiaal er uiteindelijk komt uit te zien, kan je ook zeker eens met ons contact komen opnemen en zet je dan een kruisje hierbij of vink je het gewoon eigenlijk aan. En zelfs als je nog een stapje verder wilt gaan en je wilt eigenlijk een keer aan de slag gaan met mycelium te groeien, vink dan dit kotje aan en dan zullen we zeker eens bekijken in de mate van het mogelijke of je zelf eens dit proces kunt doorlopen. We zullen ook wel rekening houden natuurlijk met de COVID-maatregelen die zullen gelden dan. Het zal waarschijnlijk zijn voor na de paasvakantie van het academiejaar 2020-2021. Natuurlijk, als je uw naam op deze lijst zet, zet er ook natuurlijk uw e-mailadres bij, zodat wij u kunnen contacteren. En heb je ook eventuele opmerkingen, kan een complimentje zijn of een verwijt naar ons, we staan open voor alles. Of ook eventuele vragen, dan kunnen we die ook meteen via mail beantwoorden. Dus ja, dit is gewoon een voorbeeldje. Dus voel u vrij om deze QR-code in te scannen. En zet uw naam op de lijst en duid aan wat je graag zou willen doen. Ik zou ook nog graag willen wijzen op de Instagram-pagina die een ander groepje heeft aangemaakt. Daarop kan je ook enkele van onze posts gaan bekijken. Zoals hier, hier hebben twee mycelium-blokjes aan elkaar gekleefd. En hier zie je ook een deel van het proces waarbij ik en Basiel de vezels aan het bevochtigen zijn en in de autoclaafzakken aan het steken zijn. Maar deze kennis hebben jullie nu ook opgedaan, dus wij vertrouwen ook in jullie dat ook zeer goed zullen doen. Dus daarmee twee QR-codes. Maar alvast bedankt voor jullie aandacht. En hopelijk hebben jullie er iets uit geleerd en kunnen we jullie verwachten binnen een aantal weken. Dus bedankt.